vroeg jullie om je beste gaming setup in te sturen. En dat hebben jullie gedaan. Dus vandaag gaan we kijken naar de beste gaming setups. En dan beginnen we met deze setup van Marijn. En die is 15 jaar oud. En die gebruikt deze setup om te gamen. En je schrijft dat je daarvoor in deze setup de Xbox Series S gebruikt. En een 170 Hz monitor. En ik denk zeker voor een console setup dat dit echt al heel erg goed is. Je hebt een vooral wit thema in de setup wat ik nice vind. En ook deze RGB achterop de setup is nice. Hij is wel een klein beetje onopgeruimd als ik het zo zie. Het geeft natuurlijk veel sfeer als je veel dingen in de setup hebt. Maar het geeft hier een beetje een onopgeruimd gevoel voor mij. Ook vind ik het wel nice dat je gewoon een muismat en peripherals in je setup gebruikt op de Xbox. En dat je monitor ook zo laag op het bureau staat. Dat vind ik op zich ook wel iets cools hebben. Ik weet niet precies hoe je hem hebt vastgemaakt, maar het ziet er wel clean uit. Ook heb je de cable management wel gewoon gefixt met hier zo'n kabelrek. Het is niet de meest clean cable management die ik ooit heb gezien, maar is wel gedaan. Hij is hier ook nog vastgemaakt met tie-rips en zo. Dus dat is prima. Dan heb je hier ook nog een kastje met wat decoratie en hier zelfs, ik denk jouw TikTok of iets. Dus ik denk wat je nu nog kan upgraden is misschien het iets meer opruimen en een extra plankje dan voor de decoratie, dat het wat cleaner is op jouw bureau. Dat zou nice zijn. En dan natuurlijk in de toekomst een PC en een tweede monitor. En dan heb je echt al wel een hele goede setup. Dus je krijgt van mij een 7,5 voor deze console setup. En de tweede setup van vandaag is deze van Jasper. En die is 16 jaar oud. En die gebruikt deze setup om te gamen. En dan speel jij voornamelijk 5M, dus GTA. En ik denk dat dit echt een hele mooie setup is. Volgens mij heb je in deze foto's je licht van je kamer aangedaan. Gewoon de grote lamp, zeg maar. Dat moet je nooit meer doen. Daardoor wordt het witte in deze setup een beetje geelachtig. Dus ik kan je aanraden om wat meer RGB toe te voegen als je groot licht nodig is, zeg maar. Dat het niet helemaal donker is. Cable management is daarentegen echt heel erg nice gedaan. Ik weet niet hoe het hier boven natuurlijk precies uitziet. Maar voor wat wij kunnen zien is dit echt heel erg clean. Je hebt één kabeltje naar je monitoren die je misschien nog via je bureau kan doen. Maar verder is het super nice. En dan heb je veel zwart in de setup. Zwarte peripherals, microfoon, monitor, PC en dan ook de zwarte Tommy Boy muismat. Staat goed in deze setup. En dan heb je ook twee van die plankjes met decoratie. Je bent volgens mij een Pokémon fan, want het staat hier allemaal. Je PC ziet er ook wel nice uit. Daar heb je een 3060 in zitten en een Ryzen 5. Dus op zich een prima PC. Zeker voor GTA is dat echt wel prima te doen. GTA 6 gaat misschien een beetje moeilijk worden. Maar ja, die komt toch pas over een paar jaar uit. Dus tegen die tijd heb je misschien al een upgrade gemaakt aan je PC. Dus als je nog iets wil upgraden aan je setup, zou ik misschien wat extra RGB nog toevoegen achter je bureau. Of hier aan de wand. Gewoon wat Govi lights of Nano Leafs. Dat kan best wel dik zijn. Of wat wandpanelen achter je setup maakt ook wel een cool effect. En hier links kun je ook nog iets voor decoratie doen in deze setup. Dus zeker omdat setup super clean is, krijg je voor mij voor deze setup een 7,5. En dan komen we nu aan bij de setup van Link. En Link is 14 jaar oud en die gebruikt deze setup om te gamen. En ik denk dat dat prima kan in deze setup. Ik weet alleen niet waar je op gamet. Ik bedoel, als we gaan kijken, toetsenbord en muis, muismat, monitor. Maar er lijkt niks op je bureau of onder je bureau aanwezig te zijn. Dit is misschien een laptop, though. Is dit een laptop? Ik weet het niet. Het zou kunnen. Verder zien we namelijk helemaal niks in de setup qua PC of console. Alleen hier nog een PlayStation 4 controller, dus dat zou ook nog kunnen. Je bureau is lekker groot, daar zou eventueel gewoon een PC op kunnen staan. Dus dat kun je nog upgraden als je nu geen PC hebt. En dan de witte peripherals, heel erg clean met de Topo 2.0 muismat. Vind ik ook heel erg nice in deze setup staan. En die RGB lights achter tegen de muur geven ook een cool effect hier aan de setup. Dus RGB is er ook genoeg. En dan dit klokje in het midden en dan twee van die posters vind ik eigenlijk wel nice gedaan. Zeker als je het ook vanaf hier ziet. Gewoon een mooie setup. Hier zien we wel wat losse kabels, die zien er niet fantastisch uit. Dit lijkt wel een beetje zo'n PlayStation kabel. De cable management onder het bureau is wel gewoon heel erg goed gedaan. Dus op zich, het is best decent. Maar naast die dingen is er wel gewoon een kleurthema en is de setup clean genoeg. Dus ik vind... Dus voor deze setup, hoe die nu is, geven we wel een 7 van de 10 voor deze setup. Ik weet dus alleen nog niet wat er in deze setup gebruikt wordt. Maar ik denk een console. En dan is dit de setup van Sepp. En die is 13 jaar en die heeft echt een extreem dikke PC in zijn setup. Damn. Deze PC case is echt huge. Moet je kijken hoe klein het moederbord is ten opzichte van de case. De videokaart zit ook echt super laag zo in deze behuizing. En ook zou ik even kijken of je dit ding kan draaien naar de zijkant en dan de kabels over je RAM heen kan doen. Want nu lijken de kabels van de koeling best wel strak te staan. Dus dat is even een kleine tip. Moet je even kijken of je daar wat mee kan. Er zit verder een 4060 in en een Ryzen 7 8500X. Dus echt wel gewoon een goede PC. 32 GB RAM ook nog. Dus ik vind dit er nice uitzien. Dan heb je verder twee monitoren. Super clean. Je hebt zelfs een PlayStation 5 in deze setup. Ook heel erg nice. Dan heb je nog wat wandpanelen, wat RGB en ook wat dozen ter decoratie. Dus alles is eigenlijk wel aanwezig. Zeker voor iemand van 13 heb je echt een zieke setup. Twee monitoren, Yunzi toetsenbord, Logitech muis, Tommy Boy Topo wit muismat. Ik vind dit echt heel nice.
Je bureau is lekker groot, waardoor alles erop kan. Dus ik vind het een van de betere setups die ik heb gezien eigenlijk. De cable management heb je verder niet meegestuurd. Maar die ziet er op zich volgens mij wel redelijk uit van wat ik nu kan zien. Dus ja, wat zou je kunnen upgraden? Ik weet het eigenlijk niet. Is hier eigenlijk iets te upgraden? Ik heb wel iets gevonden wat je kunt upgraden. Je ledstrip is hier namelijk kapot. Dat heb ik ook 100 keer gehad. Dus misschien kun je die ledstrip upgraden. En als je dan een nieuwe ledstrip ophangt, kun je misschien zoiets gebruiken. Dan zie je die led zeg maar minder goed. Dat ziet er iets beter uit. Het hoeft niet per se van Govee. Kan gewoon van ieder merk zijn. Dan heb je zeg maar niet die stipjes, maar gewoon een egale led over de setup heen. Dus dat zou nog wel goed zijn, maar verder is het echt een top setup. Dus ik denk dat we voor deze setup eigenlijk wel een 9 van de 10 geven, want ik vind hem vrij goed. En dat voor iemand van 13. Ik had een Game Boy toen ik 13 was. En een boek. En dan gaan we van een blauwe setup naar een rode setup. Deze is van Marijn. En die is 15 jaar gebruikt deze setup om te gamen en voor school. En ik vind deze ook echt heel erg cool uitzien. De ledstrip vind ik wel een beetje raar hier, dat hij zo naar beneden gaat. Dat kun je misschien nog wel iets beter fixen aan elkaar. En ook de monitoren kunnen misschien wel tegen elkaar aan. Ik vind het een beetje een aparte monitor layout. En je toetsenbord en muis zijn volgens mij van Battletron. Een beetje van die RGB-achtige gaming dingetjes. Die kun je misschien nog wel een keertje upgraden in de toekomst. De PC ziet er wel een klein beetje verouderd uit als ik het vanaf hier kan zien. En gewoon een aircooling op jouw PC. Dus waarschijnlijk een beetje een budget setup. Maar ik vind voor een budget setup heb je wel gewoon alles wat er moet zijn. Cable management is op zich ook redelijk gedaan. Je kunt die best makkelijk hier bij de verwarming wegwerken. En je hebt ook gewoon een headset stem met wat RGB. Dus volgens mij is alles in de setup wel budget, maar wel gewoon alles is aanwezig. Het is alleen een beetje jammer dat je zeg maar van die ramen achter je setup hebt, dat je daar niks kan ophangen. Dus het is wel goed dat je dat hier aan de zijkant hebt gedaan. Dus wat kun je upgraden? Ik zou je monitoren tegen elkaar aandoen. Je cable management nog iets meer fixen en dan je peripherals en in de toekomst je PC upgraden. En dan is het echt wel een goede setup. Dus voor de staat waarin de setup nu is, krijg je van mij een 6,5 van de 10. Prima setup van Marijn. En de laatste setup van vandaag is deze van Mees en die is 10 jaar en die heeft deze setup. Wat is dat met jullie en die jonge leeftijden en zieke setups? Ik snap het niet. Insane. Man heeft gewoon 2 monitoren, een hele PC. Daar zit een 3060 in. Combineerd met een Ryzen 7, maar vooral gewoon de behuizing, de RGB fans. Ziet er gewoon echt heel clean uit. Je bureau zou misschien nog wel ietsje groter kunnen, want het is een beetje druk nu op het bureau en dat maakt het iets minder clean. En ook vind ik dat je plankje een beetje hoog hangt. Kan aan mij liggen. Misschien ben ik nu aan de kleine dingen aan het letten, maar ik heb echt het idee dat dit ding veel te hoog zit. Wel heel erg nice dat je hier gewoon je PC onderdelen op hebt staan. Geeft gewoon een goede sfeer in de setup. Je monitoren zou je eventueel nog op een monitorbeugel kunnen doen. Kun je de cable management ook iets beter fixen. Maar vooral het thema met bijna alles in de setup zwart. En dan een mooie Topo Ice muismat van Tommy Boy. Vind ik nice om terug te zien in deze setup. Cable management kun je eventueel ook nog wel wat beter doen. Deze kabels, ja, ze zitten hier samengebonden. Maar ze zijn wel gewoon op de grond. En je komt er alsnog wel met je voeten tegenaan, lijkt me. Al zijn deze balken wel handig. Misschien ik zou hier tegenaan schoppen. Ik ben benieuwd hoe vaak jij met jouw scheen hier tegenaan hebt geschopt. Ik denk vaak. Dus een nieuw bureau lijkt me wel lekker. De cable management verder is op zich prima. Hier samen binden is wel gewoon slim om te doen. En dan heb je ook nog een packboard in de setup met wat decoratie. Dit is nice. Hier nog een Arky 61 of iets en een USB microfoon en dan nog wat flesjes Prime. Damn, waarschijnlijk zijn die flesjes Prime duurder dan de toetsenbord. Blijft me verbazen. Oh, hier zien we de PC nog wat beter met die RGB fans en die Ryzen 7 en die 3060. Dus goede PC, ziet er echt clean uit. Je zou in de onderkant van de PC nog 3 RGB fans kunnen doen. Zou op zich ook nog wel nice zijn. Maar goed, al met al de setup voor iemand van 10... insane. Dus je krijgt voor mij voor deze setup echt een 7,5 van de 10. Dus een hele goede setup, Mees. Dat waren de setups van vandaag. Je kunt je setup ook insturen via de beschrijving om in zo'n video terug te komen. En als je deze video leuk vond, drop dan even een like op de video en abonneer voor meer video's. En als je nog een video wilt checken, kun je bijvoorbeeld deze checken. Tot later.